nieuwe muziek op XXL Bonanza. Ja, mooi man. Vrienden, goedenavond. DJ Rats hier op de Bonanza XXL. En ik heb verleden week al voor het eerst even gedraaid een prachtige nieuwe single van The Yearlings. En het leuke is dat ik gewoon even onder de knop, als alles goed zit, een van de leden van The Yearlings, Olaf, aan de lijn heb. Goedenavond, Olaf. Hi. Goedenavond, hallo. Hi, goedenavond. Hey, Olaf, The Yearlings uit Utrecht. Ik dacht, dat moet ik even luisteren. Ik zag er wat mooie tweets over. Onder andere van Nico Dijkshoorn. En ja, ik dacht, The Yearlings, die ken ik ergens van. Ik ga jullie zo meteen draaien. Maar jullie waren in rond 2002, 2004. Hadden jullie al platen uit, hè? Ja, dat hadden we inmiddels al twee platen gemaakt, denk ik, ja. Ja, hey, en The Yearlings. Ik heb vroeger in een cd-zaak gewerkt. En wat er toen gebeurde, en dit is echt werkelijk waar, als ik een cd van de Jayhawks opzette, dan vroeg iedereen, wat is dit? En toen ik het van de week op mijn werk opzette, vroeg iedereen, wat is dit? Jullie zitten een beetje in diezelfde 90's feel, mooie tweestemmige zang. Hoe is dat zo gekomen dat jullie dat, dat doen, Olaf? Nou ja, Jayhawks zijn absoluut een voorbeeld voor ons geweest. Gedurende vooral die eerste periode, denk ik. Ja. Ja, ook omdat we zijn gewoon bevangen geraakt door de old country. Zoals die ontstond in de jaren 90. En de Jayhawks waren daar een van de vaandeldragers van, natuurlijk. Ja, hey, en potverdikke man, heb jij ook gehoord dat ze is overleden? Nee, ik wist van niks. Oh nee, ja. Echt? Oh fuck, oh man. Maar ik dacht eigenlijk van, dat moet toch ook wel een soort invloed zijn. Oh, sorry dat je daarmee overvalde misschien. Maar Tony Joe White is overleden. Ook ik denk dat de sluitgitter is van onze band daar het meest verdrietig om gaat zijn. Ja, ja. Hey, want de Jayhawks, maar zijn er ook, want dat was echt in de jaren 90, zijn er ook nog andere invloeden aan te wijzen? Ik noem wat Gram Parsons. Waar luisteren jullie zelf naar? Ja, dat was wel grappig, want toen wij de eerste plaat uit hadden, dacht iedereen dat wij ontzettend vertrouwd waren met al die beroemde platen van Gram Parsons en dergelijke. Die hebben we eigenlijk pas in de slipstream van die eerste plaat ontdekt. Echt waar? Onze invloeden waren eigenlijk direct Anke Tupelo en de Jayhawks en dat soort bands. Whiskey Town. Ja, ja, ja. Ja, Whiskey Town voornamelijk ook. Dat is Hollywood Town Hall met die mooie witte kerkje erop, de Jayhawks. Ja, prachtig. Hey, en hebben jullie ook, jullie hebben volgens mij ook vol opgetraind in support, of niet, van de Jayhawks toen? Eén keer, ja. In Tivoli in Utrecht. Ja, dat was een helse tour. Ja. Want we hadden geen soundcheck van tevoren. Dus we moesten heel snel de boel klaarzetten en dergelijke. Gaaf. Maar dat was een hoogtepunt in onze carrière, hoor. Dat was echt heel mooi. Mooi, ja. Man. Hey, en, goeie herinneringen. Ja, goed. Te gek. Hey, ik weet dat, ik las ook dat René van Barneveld, waanzinnig gitarist natuurlijk, vooral bekend ook van de Urban Dance Squad, ook bij jullie speelt. Ja. Hè? Maar ik zag hem even niet op de foto's op jullie site staan. Ziet hij er wel bij jullie? Nou, hij is een soort van, officieel heet hij de Yearlings at Large, daar zit hij dan wel bij. Oh, wow. Dus er zijn vijf mensen en hij schuift gewoon aan als zijn agenda het toelaat. Ja, ja, ja. Hij heeft dus wel meegespeeld op de plaat, hij speelt vijf nummers geloof ik mee en hij zal zeker live wel weer eens aanschuiven. Gaaf. Maar hij is gewoon te druk om gewoon altijd aanwezig te zijn. Ja, 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 snap ik. Dus schip er af en toe. Snap ik. Gaaf dat jullie hem erbij hebben. Hey, Olaf, er komt een nieuwe plaat aan. Ik zag dat jullie een release hebben in de Echo Utrecht. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Het is op 9 december. Okay. In de middag, zondagmiddag. Ja. Want we zijn allemaal met families en de kinderen moeten ook mee kunnen. Ja, ja, ja. Dus vandaar de middag. Oh, en dat is een paar weken nadat de plaat is gereleased. Hè, dus die komt uit op 16 november. Ja, 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 ja. En een paar weken later hebben we dan de release. Hey, en Olaf, jij zegt het zo, hè? Allemaal kinderen ook. Jullie zijn dus, weet ik wel, 16 jaar ouder dan toen die eerste plaat uitkwam, hè? Ja. Voelt het nog hetzelfde ook als toen? Hoe is dat? Ja, het voelt eigenlijk wel ontzettend hetzelfde zelfs. In de zin dat als je gewoon die tussenliggende periode eruit knipt, dan is het eigenlijk wel gewoon een één periode, zoals het ware. Weet je wel? We zijn gewoon verder gegaan waar we opgehouden zijn. En het voelt niet echt als een ontzettende breuk of iets dergelijks. Ja, ja. Nee. Ja, en het gevoel is dus nog goed. Ja, heel goed. Beter dan ooit eigenlijk. Oh, gaaf. Dat hoorde ik in die single. Ik vind hem werkelijk prachtig, Evelien. Ja, heel mooi om te horen. Hij is te gek. De tweestemmige. En jij bent een van de twee stemmen, hè, Olaf?
Ja, dat klopt. Ja, ja. Gaaf man. Hey, ik ga hem draaien. Ik ga hem wel vaker draaien. Ik ga hem ook even aan de baas laten horen hier. En ik ja, te gek. Hey, in december in de Echo, dank je wel voor je mooie woorden. En heb een fijne avond, man. Graag gedaan. Oké, okay. Bye bye. Hoi. Hoi hoi. Thought you would lose whoever you'd confuse. Thought you could win, sitting on your high ground and watch them closing in. Though you're a doll, there's feelings after all. Now it's too late. Utrecht. XXL Bonanza.